Er zijn in het afgelopen jaar eigenlijk al, een jaar geleden is het begonnen, hebben Brazilianen steeds massaler geprotesteerd tegen het WK, tegen de FIFA, tegen de regering ook. Ze zeggen, er wordt veel te veel geld uitgegeven aan die stadions, we hebben hier armoede, we hebben geen huis, we hebben geen gezondheidszorg, we hebben geen onderwijs. Jullie hebben gekozen voor die stadions, dus we willen de straat op en we willen laten horen en laten zien dat we het er niet mee eens zijn. De Braziliaanse politie heeft daar met echt ongebreideld geweld op ingegrepen. Met slaan, met traangas, met rubberkogels schieten en echt excessief, zoals de formele term is, excessief geweld, buitensporig geweld. Ze hebben ook heel veel demonstranten opgepakt, gearresteerd. En we weten uit eerder Amnesty-onderzoek dat demonstranten die worden opgepakt en iedereen die wordt gearresteerd in Brazilië, dat die in de gevangenis heel slecht behandeld heeft en ook vrij grote kans heeft op marteling. Komt er dus op neer dat onschuldige Brazilianen worden vastgezet om demonstraties omtrent het WK de kop in te drukken? Ja, het komt er inderdaad op neer. Het is heel erg duidelijk. Mensen protesteren tegen het WK, tegen de dure stadions, tegen de FIFA ook. En vervolgens komt de politie, die pakt mensen op, vrij willekeurig. Maar pakt er ook wel mensen uit in die demonstratie die een beetje leidend zijn, denk ik. Soms ook mensen die gewoon op de verkeerde plek zijn op het verkeerde moment en die worden dan meegenomen. Dat zijn onschuldige mensen, die hebben niks misdaan, maar die zitten wel een paar dagen of een paar weken in de gevangenis in heel slechte omstandigheden. Ja. En wat betekent dit voor Brazilianen tijdens het WK? Want nu hebben we het alleen nog over de periode voorafgaand aan. Ja, kijk, heel zeker weten doe ik het natuurlijk niet, want het moet allemaal nog gebeuren. Maar wat je bij heel veel van die grote sportevenementen ziet, is dat een regering ook heel graag aan de wereld wil laten zien. Dat zag je in Rusland, dat zag je in China. Ze willen aan de wereld ook laten zien, kijk eens wat wij een mooi land zijn. En bij Brazilië ligt dan samba aan ontspannen en ja, dat ligt voor de hand en goed mooi voetbal. Nou, wat ze dan absoluut niet willen is vervelende demonstraties. Dus waar ik bang voor ben, is dat ze dan nog harder ingrijpen en nog eerder om die demonstraties zo snel mogelijk de kop in te drukken. Grote evenementen als het WK en de Olympische Spelen zorgen niet alleen in Brazilië voor het schenden van mensenrechten. Want eerder was dit ook al aan de orde in Rusland en onder meer China. Ja. Zouden organisaties als de FIFA en het Olympisch Comité meer rekening moeten houden met waar ze dergelijke evenementen organiseren? Ik denk dat het beslist noodzakelijk is dat FIFA en ook het Internationaal Olympisch Comité, voordat ze een evenement gaan gunnen of toewijzen aan een bepaalde stad of land, dat ze zich meer gelegen laten liggen aan mensenrechten. Dat ze met zo'n land, dat ze vragen bij de offerte, bij het bid zeg maar, van hoe is de mensenrechten situatie en hoe garanderen jullie dat zowel dat mensen niet van hun grond gelazerd worden zonder compensatie, dat mensen vrijheid van protest, van spreken hebben, dat bij de bouw van die faciliteiten dat arbeidsrechten in het oog worden gehouden. Daar afspraken over maken voor de gunning en ook garanties vragen van die overheden. Dat is echt nodig. En daarnaast dan ook, want die spelen worden meestal 8 jaar voor die tijd of nog langer gegund, ook afspraken maken over dat je eens per jaar een rapportage, een monitoring en een bespreking daarvan doet. Dus dat je niet ineens een half jaar van tevoren denkt, oh verdorie, ja, nou zitten we met de handen in het haar, want het is allemaal niet gelukt, maar we kunnen geen kant meer uit. Maar zouden dergelijke evenementen niet meer georganiseerd moeten worden in landen waar de regering de mensenrechten niet zo nauw neemt? Nou kijk, niemand is van plan om in Noord-Korea Olympische Spelen te gaan organiseren. En als de Olympische Spelen in Zweden komen, ja, dan zal je ook, ja, er zal altijd wel iemand zijn die ergens kritiek op heeft, maar ik denk dat dat zal wel loslopen. In Engeland, een paar jaar geleden, was ook geen kritiek op mensenrechten of nauwelijks. Dus dan is er een aantal landen waar je kunt zeggen, er zijn wel dingen aan de hand. Nou, daar moet je net als Olympisch Comité of als FIFA over praten. En niet alleen over contracten en over geld en over andere dingen, maar ook over mensenrechten. En zorgen dat je daar afspraken over maakt.